Je schiet gewoon in angst. Ja, je bent heel erg bewust van waar bewust je waar je loopt, bent. Wat je doet, waar je kijkt. Ja, dat vond ik heel, dat vond ik echt, ja, daar baalde ik zo van. Ja. Schelden met homo, flikker of nicht. Op straat worden aangesproken, waarom zie je er in hemelsnaam zo uit? Echt, het gebeurt allemaal nog steeds. En dat maakt me boos en strijdbaar. De verhalen van de LHBTI-gemeenschap moeten we blijven vertellen. En daarom ga ik in Café Het Sluisje op gepaste afstand serieuze gesprekken aan met een lach. Vandaag ga ik in gesprek met Sjaak. Hij kreeg te maken met anti-homo-geweld tijdens de Pride Week in Amsterdam. Sjaak, van harte welkom. Goedemorgen. Hoe lang is het voor jou geleden dat je in een kroeg hebt gezeten? Nou, ik kan het niet eens meer herinneren. Nee. Ja, ik moet wennen om weer hier te zitten, ja. Want ik heb je uitgenodigd om met mij in gesprek te gaan, omdat jij zelf slachtoffer bent van anti-homo-geweld. Ja, geweest, ja. Geweest? Ja. Ja, kun je daar wat over vertellen? Dus dat was een dag voor Pride. S'nachts kwamen we thuis. En toen zijn we achterna gezeten door de dader die ons, gewoon beledigde, uitschold. En we probeerden nog te sussen, maar het ging eigenlijk allemaal zo ontzettend snel. Het was dus niet een klap die vanuit het niets kwam, het was echt wel... Ja, we werden echt benaderd gewoon van achteruit altijd. Gewoon gas flikken, kom dan, weet je wat. Ja, het ging me door. Heel uitdagend. Heel uitdagend, ja. En heel, heel beangstigend ook. Ja, en dus ook s'avonds laat, dus weinig mensen op straat. Niemand was op straat. Nee, niemand was op straat. Nee. En het ging echt heel rap. Ja. En wat heeft voor jou zwaarder uiteindelijk gewogen, het feit dat... je een klap hebt gekregen dat het fysiek geweld is geweest, of ook echt de reden waarom je... Ja, de reden. Nou ja, iemand kan in zijn leven een keer een klap verwachten. Nou, tenminste, weet ik niet. Maar dit ging wel echt heel diep. Dat vond ik wel heel heftig. Ja, het raakte wel echt. Vooral omdat het al wel lastig was uit... Ja, iedereen misschien. Maar naar de stad gaan en jezelf openen, uiten, ja. En dat je daar dan echt zo iets stoot. Ja. Dat is wel even... Ja, nee, dit is een ding dat wel veel mensen uit de community wel... Ja, die hele worsteling kennen, ja. Om je eigen identiteit te vinden, om er trots op te zijn, ja. Lekker in je vel te zitten, er ook openlijk... Ja, dat gevoel had ik ook, dat was ook het krachtige dat weekend, dus dat was wel heel tof. Ja, dus juist in zo'n moment dat je heel erg in je kracht staat, word je juist op je identiteit aangesproken en daar... Kijk, gelukkig, het is allemaal goed genezen, want ik dacht dan heel snel in het ziekenhuis. Dat is allemaal wel goed gegaan. Ja. Kun je ons meenemen naar het moment dat je aangifte deed, want is dat een... je hoort er ook wel over dat mensen het moeilijk vinden om dan bij de aangifte uit te leggen aan de politie dat er sprake was van... Nee, dat had ik helemaal niet. Nee. Ik kan best wel geloven dat mensen dat zullen hebben, maar dat had ik helemaal niet hoor. We zijn heel goed begeleid in Roze door Blauw en ook de gesprekken daarna, ook bij slachtofferhulp. Ja, dat petje af, dat vind ik echt tof. Ze hebben heel goed bij geholpen. Ja. Ja. En die, dus vanuit die aangifte is ook besloten om de daden te gaan vervolgen? Ja. En daar dan niet alleen maar het fysieke geweld in mee te nemen, maar ook het beledigen vanwege al het gescheld en het is. En we heel blij met. Ja, ik was met Ralf, een vriend van mij. En we waren met z'n tweeën ook sterk. Maar het is heel moeilijk en het is heel lastig. Dus je wordt heel veel verhoord. Op elk woord word je gepakt alweer. Het is echt. Ik zit helemaal niet in die rechtszaken voor. Maar heftig vond ik heftig. Ja, dat het zo... Ja, op een gegeven moment werden we bijna zelf ook als... Die onderzoeker, dat moet gewoon natuurlijk. Dat je zo wordt ondervraagd. Dat je bijna denkt, ben ik hetzelfde. Precies, maar ze gaan dan onderzoeken of dat je niet zelf ook medeschuldig was. Ja, want hij had... Ja, daarom, want hij doet ook heeft een aangifte tegen ons gedaan. Dus hij heeft gezegd dat wij hem proberen aan te randen. Dus dan gaan ze dat ook onderzoeken. En meer, dus die wordt dan wel... Ja, het is wel heftig. En zei net al, uiteindelijk... kom je elkaar dus ook tegen. Ja. Dus de dader en jij hebben regelmatig in dezelfde... Ja, en ik heb ook gebruik gemaakt van mijn spreekrecht, wat me heeft gedaan. Dus ik keek hem ook in zijn ogen aan en dat was wel fijn. Dat is voor een stukje verwerken, denk ik. Ja. Maar het was ook wel weer fijn om hem te zien op een of andere manier of zo in de ogen kijken. Maar een excuus hebben we nooit gehad, maar hij ontkent nog steeds. Okay. Ja. En zou het je helpen als hij wel excuses zou maken? Of misschien dat hij straks als hij... Zijn straf erop straf heeft zitten. Nee, weet ik niet. Ja. Ik weet niet of het mij zou helpen. Ik ben het wel afgesloten hoor. En ik heb het ook echt verwerkt. Dus het is gewoon goed. Nou, het is ook echt, ik vind het super belangrijk dat jij er ook over vertelt. Omdat heel veel mensen in dezelfde situatie zitten en niet weten wat ze gewoon ermee aan moeten. Gewoon goede therapeut zoeken. En wat is de straf die uiteindelijk is opgelegd aan de dader? 5 maanden volgens mij. 3 maanden nog voorwaardelijk of zo. En dan geldboete. Ja, en 2 jaar op proef. Dus als wat gebeurt, dan moet hij gewoon met die 2 jaar. Meteen, En maakt je voor jou nog wat uit hoe hoog de straf zou zijn? Of wilde je vooral dat het een veroordeling? Ja, sowieso een veroordeling, dat sowieso. En dat het
hoger is dan de vorige slachtoffers. Dus we pakken toch ook weer die laatste zaak weer. Dat is nu ook. Dan zie je toch wel weer dat onze zaak ook weer heeft voor gezorgd dat de volgende die te maken krijgt met deze voor het geweld. Voor de rechter ook. Ja. Ja. Daar ben ik wel heel blij mee. Ja. En want we hebben in Nederland relatief weinig veroordelingen van homogeweld. Omdat het vaak überhaupt niet tot een zaak komt. Of omdat de rechter niet meeweegt dat er sprake was van belediging, discriminatie. Ja, dan vind ik ook jullie die discriminatierechercheurs, wat jullie willen voorstellen, wel echt mooi. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Dat er veel duidelijk naar gekeken wordt. Ja, ja. Ja, precies. Want wij stellen als D66 voor om bij de politie, je hebt roze en blauw, die doen geweldig werk. Maar zijn ook wel afhankelijk van de tijd en de ruimte die ze van de politie krijgen om hun werk te doen. Andere landen hebben discriminatierechercheurs, niet alleen voor homogeweld, maar ook voor antisemitisme, islamofobie, noem het maar op, die heel goed weten hoe ze bewijs moeten verzamelen dat er sprake was van discriminatie en of belediging in jullie geval. Ja. Had je het gevoel dat je in die zaak daar heel erg voor moest strijden, ook richting de rechter, dat die rechter echt overtuigd moest worden dat het dat er sprake was? Ja, weet ik niet precies, denk ik niet. Nou, ik denk dat ze wel flink hebben, wel heel goed naar hebben gekeken hoor. Maar het blijft gewoon heel lastig. Kijk, roze en blauw, wat je zegt, die hebben niet al die tijd. Nee. Gaat dan weer naar gewoon de volgende zaak. Volgende zaak. Maar ik denk dat, ja, van weinig bewijs voor. Maar het is uiteindelijk wel gelukkig goed gekomen. Ja. 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 Nee, want het gescheld met homo en flikker is zo ingeburgerd dat ook sommige mensen zeggen, ja. Dat is wel gebruikt, dat scheldwoord. Ja. Maar ik bedoelde er niks mee. Ja, maar die combinatie is natuurlijk gelukkig dan. Ja, gelukkig. Die combinatie was natuurlijk met mijn klap ook erbij. Misschien dat het hele complete verhaaltje, dat plaatje daarvan. Ja. Maar ja, als je op straat loopt en je wordt uitgescholden en je gaat een aangifte doen, zou zo'n discriminatieregisseur wel echt goed zijn. Ja. Heb je enig idee waarom die dader tot dit punt is gekomen? Dat het geen idee. Geen idee. Nee, ik denk dat dat ik nooit uit ga krijgen. Nee. Nee. Gewoon de. Nee. Nee. Ik vind het zelf dus heel fascinerend van wat. Wat erachter zou gaan. Ja, dat heb ik ook hoor. Waar zit die diepe haat of die antipathie? Waar komt die vandaan? Waarom? Hoe kunnen we voorkomen dat meer mensen dit doen? Maar ze gaan ook heel erg in het feit. Ik heb vrienden die gay zijn. Ze gaan heel erg dat ze zich laten bewijzen dat ze heel erg. Dat ze wel heel homovriendelijk zijn. Ik heb ook een vriend die gay is. Ja, dat is wel een zin. Ik heb een oom. Die bij iedereen tot enige allergie. Ik heb een oom. Ja. En je hebt, doordat je zo dapper bent geweest om die zaak ook door te zetten en daar jarenlang. Ja, moet ik ook een beetje credits voor Ralf geven. Mijn beste vriend die ook echt wel heel strijdbaar is. Dat we ook met z'n tweeën waren. Ik denk dat als ik alleen was, dat het wel pittig was geweest. We hadden gelukkig elkaar. Dus dat is heel fijn. En we kunnen er ook veel vaak nog steeds over praten. En ook met een lach en ook met een goh. Maar om elkaar er ook doorheen te slepen is ook belangrijk om het vol te houden. Ja, dat zeker. Maar realiseer je wat voor een rolmodel je daar eigenlijk mee bent? Ook voor anderen die. Nee, dat was ook wel een beetje. Ik heb toen ook heel veel media om het pak gekregen. En vond het wel heel pittig. Ja. Ook wel goed de media uitgekozen wat ik denk dat belangrijk was. Ja, die wilde natuurlijk vooral alle sappige details zetten. Ik ben geen boulevard of show nieuws of zo, niet dat het echt, maar gewoon dat het echt mensen wakker maakt. Ja. Dat het nog steeds gebeurt, bizar. Hoe lang woon jij in Amsterdam? Ik woon nu 6 jaar in Amsterdam. En hoe heb je het gevoel dat het, welke kant gaat het op? Op straat, ik vind het nu lastig, want ik ben weinig op straat. Ja. Natuurlijk. Laatste maanden was het heel rustig. Ja. Maar je weet op sommige plekken waar je gewoon niet je handen vast kan houden. Of dat je gewoon. Het is zo vanzelfsprekend dat je met je liefde gewoon af en toe je elkaar hand vastpakt. Gewoon normaal, maar dat je erop moet letten. Ja. Dat vind ik wel echt heftig. En vooral naar die klap, ben ik daar nog wel een tijdje mee bezig geweest. Hoor. Dat je dan gewoon heel. Je schiet gewoon in angst. Ja, je bent heel erg bewust van waar je loopt, bent. Wat je doet, waar je kijkt. Ja, dat vond ik heel. Dat vond ik echt. Daar baalde ik zo van. Ja. Maar dat is helemaal weg hoor. Nou, het gebeurt nog wel eens dat je dat hebt, maar het is niet meer zo erg. Maar dat voelt gewoon helemaal kloten dat je daar dan opeens bewust mee bezig moet zijn. Dat het jouw probleem is geworden eigenlijk. Ja. Gek. Ja. Nou ja, dat klopt inderdaad niet kisten. Je moet juist doorgaan en juist je hand vast blijven houden. En het moet juist normaal zijn op straat. En kijk, als we het allemaal in gaan houden, dan zullen mensen nooit zien. Dan wint de ander sowieso. Ja. En dan vind ik het zelf als mensen dat.
ik heb heel lang in kampen gewerkt in gereformeerde dorpen en zo. Met, ja. Dat ook veel mensen echt wegtrekken als LHBT. Dat vind ik echt jammer, want als die mensen nou geaccepteerd zouden worden en zouden blijven wonen. Ja, zien mensen het ook als voorbeeld en herkenning. Incident was in 2016, die rechtszaak is net eindelijk afgerond, maar in 2017 had je gelukkig ook een betere Pride, heb ik begrepen. Omdat ja, dat was leuk. Ja, toen mocht ik met de gemeente mee op de boot. Ja. Dat was heel leuk. Was het de eerste keer dat je... Ja, eerste keer op een boot. Ja, ja, dat was echt heel leuk. En ook door... ja, het was heel bijzonder, die boot met z'n allen. Ja, dat was het deel zo dwars ingehaald. Ja. Ja. Dat rondje had nog een paar keer gekund. Ja. Was het een regenachtig jaar of een zonnig jaar? Dat is heel zonnig. Oh, dat is fijn, ja, dat was echt heel leuk. Ja. Ja, we zijn met uitgenodigd door de gemeente, ook nog met drie andere slachtoffers. En het was heel leuk, want we hebben van tevoren ook echt met bijeenkomst gehad om dit dansje te oefenen. Dus je leerde elkaar helemaal kennen. Dus oh, ja. Ja, we hadden natuurlijk een thema. Je waren echt goed voorbereid. Ja, ja, dat dansje moet elke keer onder de brug vandaan komen. Ja, dat was heel leuk. Mijn eerste keer was denk ik 1 of 2 jaar voordat jij dat hebt gedaan. Op de boot van D66 en ik herinner me nog heel goed die allereerste brug waar je dan doorvaart. Ik heb er veel van. Ja, dat is echt vet. Ja. Het was zo'n lekker gevoel. Ja, al die mensen aan de kant, dat is echt... Ja, dat is ja, toen we eraf waren, toen die boot er, zeg maar, het ei op ging, dat was echt, nog een keer. Ja. Kunnen we nog een keer, alsjeblieft. Ja, dat is heel leuk. Ja, wel, als je eenmaal van de boot afstapt, je ook wel spierpijn van de dansen voelt. Dus, dat heb ik dan altijd. Ja. Ik heb 1 tip voor als je vaker op een boot gaat meevaren, is blijf weg van confetti-kanons. Want ik heb 1 keer mijn pols gebroken door een confetti-kanon op een Pride-boot. Maar dat is een... Ja, dat stond net iets te dichtbij. Wel zo professioneel over zo, dus dat was een behoorlijke klap. Maar ik heb gewoon met gebroken pols eerst even de Pride afgemaakt en daarna pas naar de EHBO. Ja. Gaan we het halen. Wat wil je nog aan mij meegeven voor de komende 4 jaar? Wat we als Politiek Den Haag sowieso moeten gaan doen als het gaat om... Ik ben benieuwd. Je hebt nu nog 2 maanden lijsttrekker, fractievoorzitter. Stel je voor, je hebt 1 wet die er nog doorheen mag voeren, die jij... Oef. En je mag kiezen. Ja, oké. Discriminatieregisseurs mag je nu meteen inzetten. Of preventief gaan we op scholen voorlichting geven over diversiteit. Oh, dat is. Dat, en ik moet daaruit kiezen. Ja. Die is echt moeilijk. Nou, dan zou ik denk ik toch nu voor die voorlichting kiezen. Ja. Omdat. Kijk, als je van jongs af aan gewoon met elkaar leert om op een normale manier te praten over wat een inclusieve samenleving inhoudt, dan zijn die ja precies. Dus dat is een beetje investeren in de toekomst, ja, zeg maar. Ja. En ik heb zelf afgelopen tijd, ik bezoek heel veel middelbare scholen en mbo's waar ik ook praat over, over vrijheid, artikel 1 van de grondwet. Ja. En dan vertel ik ook altijd mijn eigen verhaal over mijn coming out en hoe ik het nu in Nederland ervaar. En dat... Ik vind het fascinerend om dan te zien dat zo'n klas vaak voor het eerst in die hele schoolcarrière op een normale manier daarover met elkaar in gesprek gaat. Dan denk je, ja, daar is echt een hele wereld te winnen. Zo, dat denk ik ook. Maar ik denk, ik zou ook dan voor diversiteitsonderwijs, of tenminste voorlichting gaan. Ja. Ja, en dan niet alleen op de openbare scholen, maar echt op alle scholen. Juist, ja. Even naar het oosten van Nederland gaan. Ja, ja. Dan, Nou, en ik denk dus, mijn hoop is ook heel erg op dat zaken zoals die van jou... ertoe leiden dat rechters, maar ook de officier van justitie... gewoon überhaupt op een andere manier naar homogeweld gaat kijken. En natuurlijk heb je ook discriminatieregisseurs uiteindelijk wel nodig. Ja. Maar je wil ook dat die rechtszaken tot veroordelingen leiden. Zeker. Ja, ik denk dat het echt heel erg begint met kinderen, onderwijs en dit bijvoorbeeld. Mooie lespakketten over diversiteit. En over, ik denk dat het bij leraren begint. Heb je Visnicht de movie gezien van Niklaas Verhul? Dat vind ik dus zelf een hele goede film. Omdat het heel erg ook laat zien dat woorden er wat tegen. Ja, zeker. Ja. Ja, je slaat het toch ergens op. Vooral op zo'n jonge leeftijd. Dus ik denk dat het begint ook bij de leraren, denk ik ook. Ja. Ja, nee, maar er is nog steeds heel veel werk aan de winkel. Dat is wel ook mijn eye-opener geweest de afgelopen 4 jaar. Dat er gewoon, of dat het nou gaat over geweld en discriminatie, maar ook rechten van... die hele community heeft niet voor niks zoveel letters in het alfabet, zeg ik altijd. Omdat er heel veel verschillende, prachtige verschillen zijn, maar ook dus hele verschillende uitdagingen. Hè. Ja. Voor transgenders of voor mensen met intersexe personen is het echt nog een hele andere uitdaging dan... Ze hebben eigenlijk ook gewoon blijven knokken. Voel je een boegbeeld dan? Of denk je... Nee, maar ik realiseer me wel heel erg dat ik als Kamerlid en als fractievoorzitter heb ik een bepaald podium...
Ja. En ik kies er dus ook bewust voor om het podium in te zetten voor de LHBTI community. Ja, dat zijn natuurlijk mooie wetten die natuurlijk last. Ja. En Sjaak, ik gebruikte net het woord, toen we het hadden over wat er jou is overkomen, gebruikte ik zelf het woord incident. Ja. Maar dan merk ik nu dat het in mijn achterhoofd denk, ja, wat een stom woord eigenlijk. Want dan lijkt het net dat het een heel unieke gebeurtenis is. Maar we hebben afgelopen jaren ook weer in Amsterdam gezien dat, en op andere plekken in Nederland, dat heel veel mensen met homogeweld te maken krijgen. Ja. Ik weet niet wat dat met jou doet, maar soms zit ik gewoon een beetje rustig dan jouw verhaal aan te horen, maar eigenlijk maakt het me ook gewoon woedend dat het al in 2021 nog steeds gebeurt. Dat het nog gebeurt, dat we er zo makkelijk eigenlijk over praten. Ja. Ja, ik ben eigenlijk, waardoor die kwaadheid voor mij maakt me ook heel strijdvaardig, dus daardoor ook weer flink door willen gaan of zo. Ja, ja. Dat je niet aan de kant wil laten zetten. Ja, ik denk dat dat ook heel goed is, want je moet... Ik zit zelfs zo in elkaar dat ik dan af en toe probeer om dingen ook een beetje een plek te geven. Dat je niet de hele dag te gefrustreerd of boos van wordt. Maar, maar strijdbaar is wel het woord dat ik er zelf ook altijd aan verbind. Want ik heb gelukkig nooit een geweldsincident meegemaakt zoals jij dat hebt gehad. Maar ik krijg wel aan de lopende band online, in mijn mailbox, op social media, de meest heftige homo-haat in mijn hoofd geslingerd. En ik heb ook geen zin meer om er dan zelf heel erg last van te hebben. Of er zelf dan word je strijd, die boosheid wordt dan strijdvaardig. Dus dan zet je misschien op een andere manier weg. We gaan het gewoon niet meer pikken dat het in Nederland gebeurt en ervoor opkomen. Ja, ja. Absoluut. Ja. Jij had net al een dilemma voor mij, ik heb er ook nog één voor jou. Of homo en flikker zijn geen scheldwoord meer. Mm-hmm. Of je kunt altijd hand in hand over straat. Je kunt alles van de straat. Ja? Ja. En waarom kies je die? Ja, dat is toch liefde. Ja. Maar ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja. Ja. Mooi. Ik denk dat het, love is love. Love is love. Ik denk dat, woorden, het is natuurlijk niet fijn. Maar liefde is belangrijker. Ja. Mooi. Ja. Heel mooi. Ja. Dankjewel.